op stap met Vitanimo. Met Nonkel Jurgen in de show. Pretpark, avontuur, daar gaan we iedere dag. Een nieuwe droom beleef je mee. Goedemorgen en een goeie dag hier, Nonkel Jurgen terug met denk ik dag 5 van onze trip door Nederland vlog. Gisteren niet echt, of de vorige vlog niet echt goed afgesloten, maar dat kwam omdat ik niet zo kip lekker was. Kwam het door het eten, dat weet ik niet, kwam het door de zon, dat weet ik niet. Maar in ieder geval ben ik nu beter en nu staan we voor een ander parkje. Als ik bij Jondra ga misschien herkennen, oei, zat daar een olifant achter mij. Ja, we zijn in de Beekse Bergen. Nog nooit gedaan, we gaan op autosafari doorheen het park. Ik hoop dat dat meevalt zeker. En ik, ja, zoals dat je gewoon bent, zal ik jullie meenemen op safari hier in de Beekse Bergen. Allee ho, let's go. Ja, we zitten in de autosafari en met de... We moeten geen raam open doen, Michael. Fix is aan mijn ding. Dit zijn koeien. Dafak, als je wil stilstaan om te filmen en te fotograferen, ja. Dafak is om te rijden. Oké, we weten nu ook dat Dafak is om te rijden. En we gaan even kijken naar de koeien. Oh, beestjes. 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 Daar ze. Oeh, dat zijn... die komen wel dichter bij de auto, hè? Dat zijn zebrats. En dat zijn mensen. Die mensen zitten tussen de zebra's. Zijn je het mooi, kindjes achteraan? Ja. Een ja. Baby zebra. Ja. Het is jammer dat je feest er niet meer doet, nu ik. Michael, toe. Is hij bang? Ja, dan loop je inderdaad echt tussen de auto's, hè. Dat vind ik het wel. Want die staan niet juist, die moet links tellen staan. Maar die beesten zijn in de weg. Bisons. Nee, ik wil een safari doen en die dingen zijn nog leuker. Die gaan van het padje af. Neushoorntjes. Met 4 bolletjes vanille. Ja, de cheetahs, de moesten hadden juist bij de cheetahs, maar het waren geen cheetahs te zien. De cheetahs zijn er geweest toen. En die natuurlijk van de boeien geweest? Die is van het padje af. Moet misschien piepie doen. Het is een boon, hè. Kan toch. Daar zijn schone koetjes. Maar... inderdaad, daar een boot op het water. En ze vertellen in de boot een verhaaltje van de diertjes. Maar ik denk dat hij een boom ervoor staat dat hij die boot niet ziet. Goedje be. Echt schoon heb je eens. Oh, gooi, dat gezien, ik schrok me één beeld. Daar zit ze, leeuwtjes, de Lion King en zijn vrouwtjes.
Zo de autosafari hebben wij gedaan. We gaan nog eventjes kijken wat er allemaal te beleven valt in het park. Er zou ook een bootsafari zijn, maar ik weet niet of we die nog gaan doen. Wat vond ik van de autosafari? Ik vond het wel leuk, maar nu ook weer niet wauw. Maar het was wel een keer leuk om te doen eigenlijk. Girafjes en allemaal beestjes. Eigenlijk wel wat tof. Dat is tof, maar niet wauw, maar tof. Leroy, wat ga je doen, Leroy? Ik ga de poep van een olifant opvangen. Veel succes. Ik neem de nodige afstand. En wat hebben we gewonnen? Een sleutelhang. Als dat niet leuk is. Wauw. Als je het maar open krijgt, hè. 10 jaar fitness, dat is het resultaat. Ja, hoe kreeg ik een balletje open? Dat is een attractie op zich. Oh, een unicorn. Oh. Lira, die had je nog niet? Nee, die had ik nog niet. Nu ben ik zeer tevreden. Joepie. Stiekem had ik gehoopt op een pin of een magneet. We hebben het gehaald. We gaan een bootje varen om terug te keren naar de auto. We zijn helemaal op het einde van het park geraakt en de boot vertrekt nu. Spannend, hè? Spannend. Het is geen duikboot, het is een boot. En dan zien we links tussen de bomen door, blijven we in Azië bij het Himalaya-gebergte. De yak. En rechts zie ik het mannetje van de Indische antilopen ook best wel dichtbij, of heel gaaf. Ruimte genoeg, nestmateriaal. Ja, en het regent
put in de water en hier hangt er nog een keer een trick. Zo, we zijn veilig aangemeerd uit ons boot. Ja, eigenlijk wel een leuk ritje, want ik hier vanuit een ander oogpunt het park zien of de dieren zien. Eigenlijk wel fijn, maar we zijn ook terug aan de ingang en we gaan hier de Beekse Bergen verlaten. Als je mij vraagt, vind ik dat wel een ander dierenpark dan dat we gewoon zijn. Eigenlijk de verblijven zijn zo niet tegen elkaar, want eigenlijk moet je wel ferm stappen als je alles wil gezien hebben, als je het te voet doet. Ik had al eerder gezegd, de autosafari vond ik wel leuk, maar nu ook niet te zeggen wauw, maar het was inderdaad wel fijn om een keer mee te maken. Ja, eigenlijk wel een savapark vind ik. En wat mij hier opvalt is dat de verblijven eigenlijk wel super, super groot zijn. Dat de dieren hier wel echt wel veel plaats hebben in vergelijking met andere dierentuinen bij ons in België. Ja, misschien ook nog een beetje, heel belangrijk, als je de boot neemt, dan als je naar beneden gaat in de boot, dan moet je eventjes naar beneden bukken. Dat had ik niet gedaan, ik heb mijn hoofd gestoten. Dat doet een beetje pijn. Ja! Lomp, zeggen ze dan. En normaal gezien moet ik nu schrikken of verschieten, maar ik heb dat niet gedaan. Omdat ik in mijn beeldje zag dat er iemand aan het aankomen was. Dus ja, maar kijk, dat was dus de Beekse Bergen eigenlijk, zo'n beetje. Hé. Ja. Zo ja. Met Titanimo. Met nonkel Jurgen in de show. Pretpark, avontuur, daar gaan we iedere dag. Een nieuwe droom beleef je mee.